Ik heb 1000 euro op deze pas gezet. We gaan hier pas weg van het eiland als het op is. Kan niet fout gaan. 1000 euro in Nederland versus 1000 euro in Puerto Rico. Vorig jaar heb ik precies dezelfde video gemaakt, maar dan in Bali. En die video beviel goed, kan ik je vertellen. Maar dit jaar ga ik met exact dezelfde groep gasten naar Puerto Rico. Kan je hier net zo'n leuke tijd hebben voor 1000 euro als op Bali? Daar gaan we achter komen. En dan kan jij erachter komen wat er gebeurt als je op de abonneerknop klikt. Want meer dan 40% van de mensen die deze video's kijken is nog niet geabonneerd. Dat kan echt niet. Klik even op de abonneerknop, want dit is niet normaal wat we hier doen, hè? Puerto Rico, come on. Hey. Oké. Okay. We beginnen ons avontuur midden in de hoofdstad van Puerto Rico, namelijk San Juan, waar we een Airbnb'tje hebben geboekt. En hier volgt een roomtour. Oké, ik moet wel zeggen dat je iets betere deals in Bali krijgt voor bepaalde Airbnb's zo, maar dit is wat we nu hebben in San Juan. Wat is dat? Broer, bemoei even met je eigen zakken. Hoe moet je ook weer shirt aan doen? Hoe doe je dat ook alweer? Hoe werkt dat? Hallo? Wat kost die watermeloen? Oh, sorry. Dit. Keuzes, hè? 75. Ah ja. Het is 10:30 ochtends. Ja, en dit. En je hebt dus wel een mooi terras of zo. En hier buiten douchen, direct met de douche. Waarschijnlijk het buitengedeelte is best wel mooi. Maar je betaalt hier dus 368 euro per nacht. Gedeeld door 4 is 94 of zo. Nee. Dat is wel duur op zich voor dit. Hey, ga je lekker eten? Ik heb niet eens honger. Ik heb letterlijk niet eens honger. Oké, wacht. Ik proef wel even. Mag ik een beetje proberen voor jou? Ik zit vol, bro. Oh, wat echt lekker. 113,90. Deze? Oh. Yes. Oh. Thanks bro, thanks Revolut. Love you. Oh ja, weet je nog deze pas die ik aan het begin liet zien? Die pas is dus van Revolut. En zij zijn tevens de sponsor voor deze video. En dat is echt een perfecte combinatie, want hier in Puerto Rico kan je dus niet met je normale bankpas betalen. Maar wel met je Revolut pas. Revolut is namelijk een mobiele bank die ervoor zorgt dat je heel makkelijk je geld kan beheren. Je kan in hun app, die overigens gratis is, heel makkelijk je geld beheren en sparen en managen en noem maar op. Zoals ik al zei, de app is dus gratis en als je via de link in mijn beschrijving je aanmeldt, krijg je nog eens 20 euro bonus. Oh, mwah! En de reden dat Revolut ook zo goed is voor reizen, is dat je gratis kan switchen van currency. Dus stel, ik heb allemaal euro's op mijn account staan, maar ik moet ze overzetten naar dollars. Dan worden hier geen extra fees voor gerekend, wat er normaal wel altijd overal gebeurt. En Revolut is ook heel goed voor sparen en budgetcontroles. Je kan namelijk bijvoorbeeld vaults maken, die losstaan van je normale rekening. Hier kan je dan bijvoorbeeld weer een spaarfunctie aan koppelen, waardoor bijvoorbeeld al het wisselgeld van je aankopen automatisch naar die rekening toe gaat. En je kan ook voor jezelf een bepaald limiet instellen, zodat je bijvoorbeeld niet te veel geld per ongeluk uitgeeft. Ik heb voor deze video dus bijvoorbeeld een limiet van 1000 euro ingesteld. En wat ook cool is aan deze kaart, je kan hem helemaal customizen. Ik heb gewoon een hele strakke, gouden, van metaal gemaakte kaart. Maar je kan er ook nog op tekenen, stickers op plakken, tekst op zetten, whatever you want. Download de app via de link die hier in de beschrijving staat. En dan krijg je ook nog eens 20 euro gratis. Dus daarom zeiden we... Thanks bro, thanks Revolut, love you. Dankjewel, vakantie wordt leuk. Vervolgens besloten we meteen door te gaan naar de Bacardi-fabriek, want die staat dus blijkbaar op Puerto Rico. En er gebeurde iets heel vreemds in onze Uber. Onze Uber-chauffeur kreeg namelijk ruzie met een vrachtwagenchauffeur en toen pakte hij dus letterlijk een pistool erbij. Oh, nee. Hij zat deze daar, dat de muur schiet jou. Hij maakte een gebaar zo naar die ene taxichauffeur. Klikje lak. Hey, gewoon, we zijn letterlijk 5 minuten onderweg en we hebben nu al dreiging met vuurwapens. Bacardi. Zo, dit was toch bizar eigenlijk. Huh? We zitten gewoon in die taxi en er komt een vrachtwagenchauffeur. En die vrachtwagenchauffeur die rijdt zo, wap, zo in één keer voor ons. En de deur open. Toen pakt hij die opeens gewoon zo. Hij pakt hem. Hij pakt het wapen. Hij zit zo ready. Rick, relax. Relax. Senor, just pistolero, you know. Maar goed, we waren er. En bij die Bacardi-fabriek kan je dus online van tevoren een tour boeken die $75 kost. En dat hadden wij natuurlijk van tevoren gedaan. Is dit fully booked? We kunnen niet vandaag. Nee. Morgen zegt kan. Nee, serieus. We zijn bijna gestorven onderweg, maar is wel waard. Hé, hey, luister dan, hoe vaak gaan we nog Rick iets laten regelen, zeg maar, deze vakantie? Nou, normaal altijd als iets regelt, tip-top in orde, op tijd. Maar goed, je kon hier buiten bij de fabriek wel even chillen en dit spel spelen, wat elkaar die drinken, dus dat besloten we dan maar te doen. Kom nu! Ah! Ja, hij zat er wel in, hoor. Casa
naar Bacardi. Wil je? Zo. Hè? Zo, het lijkt wel op ijsthee. Bradas, cheers. Toen deden we nog een serieus potje cornhole, zoals dit heet. En die hadden Sander en ik natuurlijk gewonnen. What's up? We hebben dus gewonnen en die tegenstanders zijn weggelopen. Maar ze zitten hier ergens volgens mij. Ik kan ze niet vinden. Nee, ze zitten hier ergens. Oh. Yo, boys. What's up? Oké, en we gingen eerst weer even langs onze Airbnb, waar we de allercuteste Airbnb-hosters ooit hadden. Oh, ik mis haar. Hola, señora. ¿Cómo estás? Nice to meet you. I love it that you were so Oh, I love you. Yeah, thank you. Yeah. Maar dat zag ik. Ik zag wel jullie niet meer doen. What is? Huh? What is? What is? Huh? Oh, you can give it to the small one. Thank you. Oh, nee, wacht. Welkom to my crib. Ja, en het werd zelfs nog beter, want ze gaf ons nu allemaal een koekje. Behalve Rick. Ze klopte zeg maar aan de deur. Kom back. Ze gaf ons allemaal een koekje. Allemaal, hè? Iedereen. Alle drie een koekje. Toen deden we nog even snel een drankje op de rooftop bar. En op zich viel dit best wel mee voor een fles rosé en een paar cocktails. Oh. En vervolgens liepen we langs een mega subboard waar we natuurlijk met z'n vieren op moesten gaan. En dit kostte $100 voor ook drank. Dus prima deal eigenlijk. Als ik hier als je een waterval zou zien, dan was het gewoon een waterval. Dan moet het ding nog in het water. Dit kan net ook niet water. Ah, dit ligt wel echt goed hier of zo. Dit is kapot. Is dat wel? Is dat wel? Howard! Howard! Howard, waar ben je weg? En waarom is Floris er nou niet bij als we hem nodig hebben? Want we zagen hier ineens een lijpgrote zeekoe zwemmen met zijn kind. Dat is toegroot. Ik heb nog even smelpaard, was het wel. We zagen daar net echt een lijpe stoot. Ik vond het nog 3-4 meter hier verderop. Echt best wel eng eigenlijk dat hij hier gewoon zo onder zwemt. Ja. Oh mijn god, ik zie het! Oh, we kunnen nu weg, bro. Hi guys, how are you doing? Do you like water? I love water too. Al met al was dit best een lange dag en aangezien we de volgende dag een jungle tour zouden doen, besloten we op tijd naar bed te gaan zodat we daar uitgerust aan konden beginnen. Op Puerto Rico heb je dus een echt regenwoud, waar we nu dus een jungle tour hadden geboekt voor $55 per persoon. Morgen! Zou je denken dat we in een jungle zijn of niet? Ik vraag me dus af nu hier staan van hoe wit zijn Rick's schoenen nog na deze tour, denk je? Ja? Wit. Ik ga modder vermijden. Oeh. Hey, ja. Check dan. Not hot, kinda hot, hot, super hot, freaking hot. Gaat niet eens over deze zak, gaat letterlijk over mij. Moet je niet helemaal hangen op zijn. Gewoon wel goed idee met de doen vlak voor die tour. Oh. Nee. Nee. Oh, moet gaan. Voor mijn fresh dance. Ik voel dat we wel even moeten gedragen, want die man is niet op grappen. I'm not gonna tell you going to water. Once we go up, we're gonna keep coming down. Onze gids was dus een soort extreme versie van David Goggins. En het leek meer op een soort militaire oefening dan op een relaxte jungle tour. Het lijkt net of we in het leger zitten gewoon. Ja. Dit is zeg maar de Rock die als hij het verkeerde pad heeft gekozen. Okay, let's go into the jungle. Dit is wel echt een jungle, hè? Het is wel echt een jungle inderdaad. Want dit zijn van die secret spots die alleen de locals kennen. Ja, precies. Maar ik hoor het dus wel, hè? Dat ze hier watervallen hebben. En ik weet nog iets van dit fragment. En ik ben het nog steeds niet vergeven. You don't like the waterfall. I do not like how the water falls. Weet je wat dit eigenlijk is? People that want to go see
Yes. Ik doe mijn schoenen wel schoon of zo. Guys, go right through. Hey, deze moet je goed vastpakken, ja. Als in zo. Juist. Die moet je goed vasthouden hier. Oké. Okay. Oh, deze is een goede grip. Zo, deze voelt ook wel lekker hoor. Gewoon lekker in de hand, zeg maar. What the fuck, you jacking off the tree? No, I would never do that. You look like you were doing a good job there. Ah, fuck. You got experience. I think the tree just grew, man. En hier was dus een rope swing en we besloten te kijken wie zich het meest pijnlijk in het water kon laten vallen. En dat vinden onze tourgidsen natuurlijk weer heel leuk. No, you don't have to jump. Ados. You don't have to jump. All you have to do is pick up your feet. Oh, shit, man. Let's go. Hey, trouwens, jongens. Hey. Wat? Wat is dit? Wat is dat? En toen besloten we zelf even een stukje verder te lopen. Maar dat mocht natuurlijk niet, want we moesten luisteren naar alles wat onze tour operator zei. Oh. Hè? Ze zei toch? Oh. Alright. Oh, verder is helemaal niet streng of zo, toch? Hey, zie deze iets gek waterval dan? Oh. Get away. You don't go nowhere without us. Yeah, come on, Rick. Sure. Stop rushing. Get to the end. Hey, hoe kom je erop, joh? Hou weer Spider-Man worden of zo? This way, this way. En vervolgens gingen we dus vanaf deze waterval naar beneden glijden. Dit was gewoon letterlijk een soort glijbaan, natuurlijk gemaakt. Crazy. Die letterlijk komt weer uitsteken. Maar Rick gaat toch eerst erover. Oh, goed voor je. Hey, Rick, rustig. Doe eens normaal, man. Shit, het is ophouden. Nou, had ik maar water. Huh? Hier, een shoey. Oh, lekker, man. Dankjewel. Geen probleem. Hier, bro. Nieuwe. Ziet er echt uit. Oh, heerlijk uit. Welkom. Maar je bent net een paar uur in gehyped, toch? Nee. Ja. Hoe vind je dit? Vervolgens liepen we nog een stuk door de jungle, sprongen we nog van wat rotsen en uiteindelijk ben je ongeveer een halve dag bezig. Oké, okay, na deze intense jungle tour besloten we even lekker Mexicaans te eten en ik zweer het, al het eten hier op Puerto Rico is echt top. 75.8. En ik moet zeggen dat op zo'n dag waar we bijna werden neergeschoten en een hele tour hebben gedaan door de jungle, ben je best wel moe en besloten we lekker op tijd naar bed te gaan. We waren dus weer in een club beland waar je ook weer van die borden kan laten komen, net als vorig jaar in Bali. En toen hadden we natuurlijk poep op die borden gezet, maar inmiddels zijn we wat volwassener en wat ouder en zouden we nooit meer zulke domme grappen maken. Hey, wat staat er nou precies daar? Let me join you guys. Yo, bro. Hey, wie heeft betaald gisteren? Ja, ik heb betaald. Oh, betaald. Ik heb ook een bonnetje in mijn zak. Oké, het is lekker wakker worden zo met z'n allen. En we hebben besloten even de schade van gisteravond door te nemen. $1,091. Hey! Hoe kan dat? Promotion! Service charge. Oh. $166. Wie heeft dat bepaald? Dus voor dat inschenken zeg maar van het drankje zo? Ja, maar dat was alleen de eerste. Ja, oh, dat was alleen de eerste. $166 voor één drankje inschenken. Nee, oh. Nee, want ik zag ook dat ze volgens mij, dat toen we naar binnen gingen, deden ze dat hekje open voor ons. Oh, ja. Nee, wacht, ik weet trouwens ook nog, ze keken jou ook op een gegeven moment nog aan. Oh ja, ja. We besloten te ontbijten bij de fastfoodketen IHOP, waar ze een soort van ontbijtachtige dingen hebben. En ik had een ei besteld met meer dan 1400 calorieën erin. Mijn gerecht helemaal iets van 1350. Ik was even fit boy. Yes. Boys, gaan we eten? Eet smakelijk, hè? Eet smakelijk, boys. Cheers. Top, lekker, boys. Eet smakelijk. Yes. Hoe is jouw eten? Hey Rick, je vergeet nog de saai. Oh, dankjewel, vriend. Oh Rick, wil je nog wat vergeten? Deze moet je nog. Deze vergeet je ook nog. En deze? Oh, je bent dit ook nog vergeten, Rick. Ja, je moet even altijd dippen, dit moet jij even dippen. Je bent ook nog vergeten. Hey Rick, je vergeet deze ook nog. Rick, jij bent dit ook nog. Oké? Ja, ja. Hé, deze is lekker oprecht. Rick, je bent deze ook nog vergeten. Oké. What do we think? Ik zou het raten met 6,5 out of 10. Ah, iets hoger. 7. Iets hoger, ja. 7. Ik vond het ook heel lekker, denk ik. Ik denk dat dit in totaal $85
Waar we daarop? Dus een keer als over 12. Kan iemand er een kappen halen uit de ballenbak? Wat zo serieus? Vertel het, Rick. Het was dit 85 euro. Na dit ontzettend voedzame ontbijt besloten we te rijden naar onze volgende Airbnb, wat misschien wel een van de allerziekste Airbnbs ooit is. En het ligt midden op het eiland van Puerto Rico. En gelukkig was het totaal niet druk op de weg, dus waren we er heel erg snel. Blijkbaar hebben ze ook hele gekke files op Puerto Rico. We zijn letterlijk al 3 uur onderweg van de rit die eigenlijk een uur is. Volgens mij komen we nu aan bij onze Airbnb die een heel mooi uitzicht zal hebben. Als je zonlicht hebt. Maar volgens mij komen we nu inderdaad aan, terwijl het donker is. En we moeten morgenochtend ook vroeg weg weer, dus we kunnen echt optimaal van genieten. Yes, echt zin in. Het is echt raar, want normaal regelen wij alles heel goed tot op de details, nou ja, op onze vakantie. Het grappige is dat dit is het enige ding dat we vooraf hebben geregeld. En dat gaat ook niet goed. Dit is dat ik het enige ding dat we ver vooruit hebben gepikt. En dat gaat dus nog niet goed. Zegt dat iets over ons of over het eiland? Sowieso ligt het niet aan ons. Maar het is niet echt een eiland wat je toelaat om heel spontaan te zijn. Je moet hier alles boeken, plannen, strikte openingstijden, sluitingstijden. Wat dus wel een beetje een nadeel is aan Puerto Rico, is dat je soms echt best wel een stukje moet rijden. Dit was in totaal denk ik ongeveer 3 uur rijden, wel inclusief file, maar dan heb je wel wat. Is dit een moment of truth? Dit is het. Hier ben ik heel benieuwd naar. Oké, ga ik voordat we erin gaan, onze kofferkleding nog niet. Ja, je moet wat. 110 euro per nacht. Betaal je? En dan krijg je dus dit. Wow. Oh, damn. Hij ziet je beeper al. Dat is echt heel. Dit is leuk. Ja, jacuzzi hier zo. Hey boys, we made it, hè? Laten we even kijken in die boel. Stefan, jij en ik vanavond zo. Trek aan bellen. Trek aan bellen. Hoe kan je die rust hier toch nog even te verneuken dan, hè? Wat bedoel je? Nee, niet. Heel lijp, ook mooi gras en zo. Zo! Prima douche ook of zo? Gewoon naar buiten kijken, gewoon buiten doen, maar naar binnen. Oké, we zijn gesetteld. It's a vibe. En we gaan waarschijnlijk hierna even bij een lokaal restaurantje wat eten. He's probably cheating. En dan dit. Nee, maar je moet er serieus niet inspringen, man. Kan het stuk gaan of niet? Ja, het gaat stuk, dat is niet handig. Ja, niet dat het stuk gaat, maar het is ook gewoon niet chill, zeg maar. Het water gaat eruit. Wel groot of zo, man. Oh, inderdaad, ja. Boys, je kan er niet in springen, serieus. Nee. Dat is serieus. Nee, dat kan echt niet meer. Er is geen plek meer, toch? Nee, jij kan het ook echt niet doen. Nee, maar ik heb al mijn kleren nog aan, bro. Zo. Oh, ja. Dat kan niet. Hey! 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 Je kleren! Hey! En we wilden dus eigenlijk bij een lokaal tentje gaan avondeten, maar we deden er natuurlijk veel te lang over en alles was al dicht. Alleen de Church Chicken is nog open. Het is wel heel cheap. We hebben voor 4 personen hebben we $33. Ja, wat normaal 1 gerecht is. Zo zien mensen ons dus, hè. Na deze ontzettend voedzame maaltijd gingen we naar bed en de volgende ochtend had ik dus nog een verrassing voor de jongens. Good morning, man. What's up? My neighbor. Je beker ziet tering lekker uit. Je nou baker strips? Oh mijn god, ik krijg lekker een ervan, hè. Ja, dit gaat super. Ik had dus wat mooie shirts gemaakt die we vandaag allemaal aan konden doen. En we gingen ze nu 1 voor 1 aantrekken. Ja, ik klop gewoon, ouwe. Wat een man. Ben ik dit? Ben ik dit? Ik klop, bro. Lekker, bro. Oh, denk snel, Sander. Oh, hey, Rick, denk snel. Nee. Het staat erop. IP in de... Oh, en goed bedacht. Ja! Yes! Yes! Wat vind je van dit shirt dan? Ja, ik vind hem wel echt wel een goeie. Is goed, ga ik nu even daarin, zie ik je daar, ja? Ja, zo. Ja! Oh! Hey. Oh my god! Die past letterlijk perfect bij jou, what the fuck? Hey boys? Ja. Goeie shirt? Hey. Ik ben wel benieuwd wat de laatste is. Oh. Oh. Oh, die zou ik wel willen, man.
Ja, hij is in mijn hè? 2-1. Ja, oké, we moeten gaan, anders komen we te laat. Kijk nou eens even hoe groot onze auto is. De motorkap komt tot hier blijven. 1,9. We gaan nu dus naar de grootste, nee, langste zipline van Amerika. 2,5 kilometer. En eentje van 1,5 kilometer die 100 kilometer per uur gaat. Ik ben benieuwd, hè? Alright. Film even daar, hè? Ja. Mooi. Oh, yo, bye bye, bitches. Ik wil even liever wat mooier uitzicht. Ik was nog niet klaar met filmen. Nee! En we gingen nu dus door naar de ene langste zipline ter wereld. En dit is echt crazy. Nee! Nee! Waar? Nee! Waar? Het is echt lijp ook. Het kost wel ongeveer $120 per persoon. Maar, let je wel op. Holy shit, hoe kan hij dat door? Ik weet niet. Zo ga je letterlijk door totdat je in Nederland weer komt. Kijk dan, hè? We gaan erheen. Hey, ik heb trouwens geen onderbroek aan, dus alles gaat lekker luchten. Nee. Oh, ja, dat huisje. Door. Dat huisje daar. Dat is de overkant volgens mij. Nee. En ik moet zeggen dat onze shirts goed in de smaak vielen. Er kwamen allemaal mensen naar ons toe van waar we die hebben gekocht en whatever. Maar ze zijn niet te koop, joh. Een beetje kalimero of zo. Adio. Wat voel je? Gewoon relax. Oh my god. Ben klaar voor. Oh, like it? You ready? I'm ready, I guess. This is how we go. Oh my god! Gewoon van vreugde toch? Oh niet omdat ik bang was ofzo. Ah! Ik ga echt pijn over mijn nek. Dat is echt een van de ergste dingen die ik ooit heb gedaan. Ja, ik vind het zo eng. Had je niet halverwege van, dit is eigenlijk best wel vet ofzo? Of? Ik vond het alleen maar eng. Alleen maar eng? Hey, ik heb goed nieuws, want je moet er nog eentje doen. Nee! Ja. Hello, a little man. How are you? I'm not scared at all. Ergste dingen die ik ooit heb gedaan. Ja? Hey, me sliding in your DM's like. Remember dit is echt stoer. Niet schreeuw wat jij doet. Niet schreeuw, hè? Maar die weet het, niet schreeuwen bro. Dat mag niet toch? Serieus? Nee, serieus, je mag hier niet schreeuwen. Soms moet je gewoon aan de regels houden en niet schreeuwen. Voel je op in je arm. Like this? Kijk, ik ga gewoon niet schreeuwen, want dat vind ik niet chill. Ik blijf gewoon rustig, ik blijf gewoon kalm, cool en coolant. Want ik ben gewoon een baas. Oké. Oh, but that's fine, I think. Like, you like this? Yes. My God! Here we go again! Hey, welcome back, bro! Thanks, bro! Hey! Goed gedaan, drie, boy! 1, 2, 3, kaaskroket! Hey, ik was wel trouwens stil nog, man. Wat is 9 plus 10? Oké, we zijn nu even klaar aan deze kant van het eiland. En we besloten terug te rijden naar San Juan om daar een nachtje in een hotel te spenderen. Steve, wat voor auto rijden we ook alweer? Zo eentje met een open achterbak. Oh ja, maar... Nee joh. Maar zometeen ligt ze niet meer, zometeen drijven ze er gewoon. Maar het meeste valt ernaast, toch, zei Rick? Het meeste valt ernaast. Dus we zijn safe, boys. Top. Nu hotel, hoe dit is. Van daar, dan kijken wat je gewend bent. Het hotel waar we sliepen kostte ongeveer $85 per persoon. Maar ze hadden dus ook een happy hour met onbeperkt... gratis wijn en kaas. Maar ze krijgen wel kleine glazen of zo, man. Ze zijn niet zo vol. En je zit hier ook midden in Old San Juan. En ik heb me laten vertellen dat dit ook de oudste stad van Amerika is. En het is heel cute en gezellig met allemaal kleine straatjes. Ja, maar wat gaan jullie bestellen? Sticker fries! Tell them to bring out a sticker fries! En na deze lange dag en in het hotel even wat te hebben gegeten, besloten we wel lekker op tijd het bed in te duiken. Want, serieus, deze keer gingen we echt op tijd naar bed. Alleen waren we wel Sander ergens kwijtgeraakt.
Waar Sander was gebleven blijft dus een mysterie. Maar wij besloten met z'n allen naar de noordwestkant van het eiland te gaan. Waar we een hele mooie Airbnb hadden. Maar eerst even een kleine pitstop. Walmart, tijd om wat Amerikaanse snacks te halen. En die gaan we dan vanavond testen in onze nieuwe Osso. En eten. Ik snap ook niet hoe ik brak kan zijn. Hebben we gisteren gedronken of niet? Volgens mij niet toch? Oh, huh? Oh, ja, misschien toch wel dan. Niet op tijd naar bed te gaan. Welke kant wil je op? Oh, daar heb je pasta saus. We hebben richting aangegeven, we gaan naar rechts. Wil je naar rechts? Jij bent gewoon de achteruitkijkspiegel ben jij gewoon. Pas op, de Airbnb die we hier hadden geboekt zat echt aan het strand en kostte ongeveer $90 per nacht per persoon. En hier hebben we even 2 dagen extreem hard gechilled. Oh, het actually smells like the perfect toast. Hey, wacht even, is dit nou cocktail? Er zit maar 9% in. Dat was alcohol of niet? Ja. Hoe laat is het? Vroeg om het ijs. Bijna half wel. Oké. Toen kwamen we dit nog tegen en ik heb het een keer eerder online gezien en ik heb het altijd al een keer zelf willen doen. Ik had hier ook een TikTok van gemaakt en die heeft letterlijk binnen 3 dagen 4 miljoen views. Als je de hele TikTok wil zien, dan kan je dat later nog even kijken, maar ik ga niet alles hier tonen. En na even te zijn bijgekomen hier, besloten we voor het weekend nog even te gaan naar Old San Juan. Eerst nog even een tussenstop natuurlijk. Oh, zou het weer vochtig zijn buiten of denk je dat het meevalt? First time artist, dat is super. Hallo, Turkey. Yes, ham, bacon. And I'm on a diet, so is this okay for me? Yeah, I think so. Hey, honest review. Oké, minus, meaty, broodje lekker zacht, crispy. Dat doe ik. Je bent wel een beetje donker zo, man. What? Accepteer je dat? Ja, ik ook trouwens. Hartrood. Welkom. Join the dark side. Ik geef het in totaal een 9. Fries good, service perfect, ja, burger mooi. Perfect. Echt gaar. Door de berg. Je hebt echt nog een mooie hap zien. Kijk dit. Je zit op dit metro. Dit is goed. Hey. Woo! Hier, als je het lekker vond, dan moet je dus aan die bel trekken. Ga je niet lekker. Mooi, niet doen. That's for you. Goed gebeld. Thank you. We zijn super blij. Oh ja, schoon branding. Zo, hey, dit was echt een legendary plek. Wat een aardige mensen. De gekste fastfood experience ooit misschien. Ja, gewoon. Eten, geweldig, mensen nog beter. Die man kreeg echt een 10. Ja, letterlijk. Oh, it's been damn hard, bro. En we waren nu aangekomen in Old San Juan op weg naar onze laatste Airbnb. Dit is dus schijnbaar de allerengste gevaarlijkste ghetto van heel Puerto Rico. Dus is hier. Maar het schijnt dat als je hier inloopt en je filmt zo, dat je gewoon letterlijk gewoon dood wordt. We spreken gewoon locals die hun hele leven in Puerto Rico wonen die nog nooit hier zijn geweest, omdat het gewoon too dangerous. Maar Despacito is hier wel opgenomen. Ja, de video is hier opgenomen. Dat is wel een leuk feit. We besloten even snel wat te eten. 52. En dit is onze Airbnb trouwens, die ongeveer $60 per persoon per nacht kostte. En we hebben alleen maar American snacks en treats gehaald. Go. We gaan nu een taste test doen. Boom. Cool. Cool. Hey. Cool. Eat. Cool. Eat. Dit is van die reclame met die man die door de muur gaat. Ah, die zie je hier trouwens. Boys, cheers. 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 Cool. Oeh. Oeh. Too sweet. Ooit van suiker gehoord? Ik denk als je dit zou mixen met vodka of zo, ja, dan zou het lekker zijn. Ja, dat gaan we letterlijk op mijn hand zeggen. Ik geef het drankje echt een 6. 6, 2 misschien. Oké, next. Hershey's chocolate. Cheers. Cheers. Oeh! Eerlijk, voor mij smaakt dit een beetje naar een koetjesreep. Ik denk meer aan Sinterklaas. Ja, die munt. Ja, ja, ja. 6,5. Ik denk wel 7. Ik geef gewoon 6, prima. Dit is Airhead Extreme. Hey, cheers boys. Cheers.
Oeh. Hé, hey, dit kan ik wel waarderen hoor. Ik geef een 7.3. Ik wil een 7.2 zeggen. 6.5. Gat. Look at this wiggly. De eerste eentje zonder? Ja. Ja. Hey, ik vind deze wel lekker. Deze is goed. Hey, ik ga nu de cheese dippen. Oh, oké, deze? Hey, dit is top. Ik geef deze wel een 8. I mean no. Alleen die cheese was 7.5, met die kaas zou 6.6. Geef wel 8.2 of zo. Deze is een lange stick. Het is eigenlijk zo'n soort van, noem je die ook weer? Lul. Op zich wel oké. Alleen niet echt vleesig of zo. Deze. 7. Die 6. Kan ik hier vinden? Ik ook wel, denk ik. Kiss nemen. Wil je een kiss? Een chocoladekiss. Nee, stop. Kus. Smaak lekkerder, consistentie wel niet zo chill, droog of zo. Pokémon snacks. Cheers. Geen smaak hoor. Dat is een dry. Bijna zeggen dat ik een drankje nodig heb. Misschien een Afrikaans biertje. Oké, dan besloten we toch maar even één drankje te doen, ondanks dat we vanavond vroeg naar bed gaan. Dit is echt capuchin pakje, maar dan met 90% alcohol. Cheers. Hierna gewoon lekker pitten. Hier nog maar één slot. Bro, ik ga even die bakken zitten. Spreek je later, ja? Doe nog één slot, ja? Ja. Ja, je gaat nu waarschijnlijk weer denken dat ik een grapje maak, maar we hadden deze keer echt rustig aangedaan, omdat we even van de stad wilden genieten de dag erna. Hoe kan ik eigenlijk nog wel best wel brak gewijs zijn eigenlijk? Voel alsof ik kort heb geslapen. Hoe komt dat? Hey, ik heb echt letterlijk niks gedronken vandaag. Oké, misschien hadden we het toch niet heel rustig aangedaan, maar... Dit is de eerste keer dat ik niet echt heel lekker heb gegeten op het eiland. Ja, want verder was het eten overal top, maar dit viel tegen. Oké, ondanks dat we niet helemaal rustig aan hadden gedaan gisteren, besloten we wel gewoon even de stad te verkennen. Rick, hoeveel jij dit gaat doen? No way. Ten eerste, ik ben bang voor slangen. Ten tweede, ik ben bang voor slangen. Oh my god. Dat voelt echt heel raar. Maar ook wel lekker ofzo, hè? Ja, dat is lang geweest. Maar nu blijft het wachten. Denk je dat ik zo vrouwen kan ophalen? Yo, wat's up? Ik heb 3 slangen. Wat ga je doen vanavond? Dit zijn de meeste duiven die ik ooit bij elkaar heb gezien. Look at all those chickens. Hey, dit gaan we natuurlijk. Kijk, bro, hey. Zie je dat? Dat moet jij ook doen. Nee. Ten eerste, ik heb een hekel aan duiven. Ten tweede, ik eet ze. Ten derde. Zo, jezus. Oh, wat is er aan ons houden? Wat is dat daar? Wat is er? Oh, wacht. Neem dit mee, hè? Wow, je bent echt pigeon man, nou. Zo, hij is echt mooi. En één plan, het kasteel. Ja. Denk je dat we snel afgeleid zijn, of niet? Maar zou ik letterlijk in één rechte lijn gewoon naar het kasteel lopen, zijn we niet geweest. Maar die gaat dus 5 uur dicht. Dat gaan we nu niet meer redden. Oh, we hebben het pas 4 dagen achter elkaar geprobeerd. Ja, dat is moeilijk, man. Al met al is Puerto Rico dus een heel ander eiland dan Bali. Alhoewel het wel op elkaar lijkt, is Puerto Rico dus wel een stuk duurder. De cultuur is heel anders. En persoonlijk vind ik het iets te streng geregeld allemaal om echt te kunnen ontspannen. Zo, als ik dat bedoel. Maar, alsnog, Puerto Rico, fantastisch eiland. Ik zou een keer gaan. Oké, we zouden nu dus naar het oude fort van San Juan gaan om daar te kijken. Maar de entree bleek 10 euro per persoon te zijn. En dat geld hadden we niet meer. Dus hier eindigt de video. Oké, we hebben nog 2 euro over. Ja, dat... Oké, ja, wil je het hebben? Dan moet je abonneren. Als je abonneert, dan krijg je het. Ik zweer het. Dit is het? Ja, what's up? Wat is dat? De pompies. Bamboe? Oh mijn god. You scared me, brother.